gesprek met de, volgens mij de mooiste naam uit de gemeenteraad, Boy Boy Hong. Dank u. Raadslid voor de SP, ja. Maar het is niet jouw eerste periode. Ik was hiervoor wel zeker burgerraadslid vanaf december. Dus en pas na de verkiezingen ben ik raadslid geworden. Bevalt het? Ja, bevalt heel goed. Ja? Ja, want je hoort dan dingen uit de stad of van een groep mensen, hoe dingen gaan. En dan ga je dan uitzoeken en dan ga je stukken lezen. Dan mag je het woord doen. Dus het is hartstikke leuk. En vroeger had ik ook journalistiek gestudeerd en daar ook kort dingen in gedaan, werk. En dan is het ook dat je dingen bestudeert, onderzoekt en dan aan de kaak stelt. En dat het verandert. Want sowieso, dus je zegt al, je gaat heel grondig te werk. Dat zie ik ook aan het boek wat je hebt meegenomen, want er zitten allerlei aantekeningen in. Want vertel eens, want ik neem aan dat dat te maken heeft met jouw passie. Ja, kijk, ik heb hier het boek van Agnes Smedley, Dochter van de Aarde. Ja. En dat kwam ik tegen in de bibliotheek. Ja, toen in Delfzijl was het afgeschreven. En nou kijk, de achterkant, dat is een vrouw die rond 1900 is geboren in een heel arm gezin in Amerika. En zij had eigenlijk geen kansen om wat dan ook te doen. Want ze woonde met haar familie soms in een tent. Haar vader trok van gebied naar gebied om ja, heel onvruchtbare grond te bewerken. En ze had eigenlijk geen kans in het leven. Uiteindelijk is ze journalist geworden. En heeft ze zich ingezet voor de vrijheidsstrijd in India en in China. Want herken jij daar je in dit verhaal van deze vrouw? Nou, ik kan niet zeggen dat ik het zo zwaar heb gehad. Oh, ik heb ook in de tent gewoond een tijd. En dat is heel vaak. Nou, ik heb in een vluchtelingenkamp gezeten in Maleisië. Maar als dus, vluchteling of om daar te kijken omdat je aan het nee, werk was? Niet, aan het helpen. Niet als vluchteling. Dus, echt waar? Dus dat tentverhaal, dat klopt ook nog wel. Maar vertel, hoe lang is dat geleden? Nou, toen was ik 3. Wij zijn dus bootvluchteling van 1979 uit Vietnam. En nadat het communistisch werd in 1975, zijn er heel veel Chinezen, dus die hadden vaak meer kapitaal of geld of zaken. En die zijn naar het buitenland gevlucht, omdat zij bijvoorbeeld ja, het huis werd afgenomen van ons, de kruidenzaak. Want even voor de duidelijkheid, jouw achtergrond is Chinees. Ja, ik ben Chinees uit Vietnam. En Chinees uit Vietnam, ja. En toen zijn jullie gevlucht naar Thailand. Nou, we zijn met een bootje gevlucht, zoals je dat nu wel eens ziet op televisie. Zo'n vissersboot van hout. En dan moet je wel opgepikt worden door een grote boot, zoals wij. En dan werden we meegenomen naar een vluchtelingeneiland, Maleisië. Of Maleisië, ja. Ja, een eiland, dus zo kon je ook Maleisië niet ingaan. En nou, daar wachten we op een land om naartoe te gaan. Dus ja, uiteindelijk werd het na een jaar, kwam een vertegenwoordiger van Nederland. En die zag mijn moeder met 3 kleintjes. En dat was heel fijn. Die vond dat wij naar Nederland konden. In Friesland, ja. Zal wel wennen zijn geweest? Nou, we wonen in het dorpje. En we werden op zich goed opgevangen hoor. En ik heb ja, alleen maar gevoeld dat ik daar welkom was. Maar nou ben ik nog in Friesland. Hoe kom je in Breda? Nou, ik ging hier werken. Ik heb hier Chinese les gegeven. En ja, ook andere vakken bij het International Business and Management Studies in Advanced. Dus zo ben ik hier naartoe gegaan. Want werd er bij jou thuis Chinees gesproken? Kantonees. Kantonees. Ja. Maar dat heb ik nooit zo goed geleerd. En toen miste ik dat heel erg, dat je dan mijn ouders, als ik Nederlands met ze zou praten, dat zou ook niet meteen heel je van het zijn. Dus ik miste wel dat je gewoon met je ouders gewoon echt een goed gesprek kon hebben. Dus toen ben ik Chinees gaan studeren, Mandarijn. Maar dat was niet in Breda? Nee, dat was in Leiden. Nee. Oké, okay. En nu word je raadslid in Brabant? Ja.
En ben je van plan om hier langer te blijven? Ja, ik ben zeker van plan hier te blijven. Sowieso, het weer, het is hier altijd 4 graden warmer. Dan als je in de oudste stad en je lekker luchtige kleren, stap je daaruit, het is hartstikke koud. Ik zag dat jij een heel bijzonder beroep hebt op dit moment. Oh, buschauffeur. Buschauffeur in de Eipelaar specifiek. Ja, ja. Nou, dat doe ik nu dus veel minder. Maar voornamelijk naar de verkiezingen toe. En in die periode reed ik van ziekenhuis naar ziekenhuis. Om, in een kleine wijkbus. Dus dat vond ik super leuk, ja. Ja. Je praat met mensen en je hoort dan dingen die er spelen. En terwijl ik hou ook heel veel van rijden. Dus, Nou, ik vind het echt het meest veelzijdige raadslid. Nou, even terug naar het boek om het mee af te ronden. Dus het boek is ook een vrouw die van niks veel heeft gemaakt. Ja, zij moest ook keuzes maken van welk broertje ga ik ondersteunen. Die broertjes werkten bij een boer, werden daar mishandeld en moesten 14, 15 uur per dag werken. Maar zij moest weg om zelf een opleiding te volgen. Anders kwam ze ook nooit uit de ellende. Dus zij heeft uiteindelijk 1 broertje uit die hele armoedige situatie kunnen halen. En de andere is overleden op zijn 19e. Oeh, maar dat zijn toch moeilijke keuzes? Dat zijn keuzes, ja. En zij heeft het wel haar hele leven ook kansen gecreëerd die er niet waren. Maar ik denk dus wel ook vanuit de SP van, ja, soms treffen mensen niet door wat dan ook. En dat je die dan wel vooruit helpt, zodat ze uiteindelijk, weet je, ja, zelf vooruit komen. Ik vind dat een mooie afronding, dat is, want dat is waar jij voor staat en dat is wat je gaat doen, begrijp ja, ik. Ik hoop het. Als ik maar 1 fractie deed van wat zij deed, zou ik al heel blij zijn. Ik zit hier in de kleine trouwzaal van het Oude Stadhuis met Peter van Lien. U bent raadslid voor 50PLUS. Ik ben de afgelopen 3 jaar ben ik burgerraadslid van Trots geweest. Ja, nu 50PLUS. Ja. En ik voel me daar echt thuis. Ik heb dat met Joep Tak samen opgezet helemaal. Dus wij gaan ook langzaam gaan we groter worden, hoor. Kijk, kunt u ons vertellen, heeft u bepaalde passies? Ja, mijn grootste passie is vrijwilligerswerk, mensen helpen. Mensen helpen? Ja, ik ben circa 11 jaar geleden in Breda komen wonen. Ja. Toen ben ik bij STIP begonnen. Kijk. Mensen wegbrengen, een ziekenhuis, et cetera, et cetera. Ik heb daar veel gezien, veel vreugde bij mensen, maar bij ouderen ook veel armoede en leed. Kijk. Ik denk, daar moeten we iets, of daar wil ik iets aan gaan doen. Wat zijn op z'n minst de komende 4 jaar onderwerpen of thema's die u graag wil gaan aansnijden? Nou, een mede belangrijk punt is de ouderen van onze mooie binnenstad laten genieten. Okay. Van ons nieuw station. Als je de bussen ziet rijden, zijn 80-90% leeg overdag. Nou, laten mensen dan meerijden voor wat minder geld. Dat doet u ook veel, merk ik wel. Dat er dus mensen misschien wel worden uitgesloten voor uw gevoel van een mooie binnenstad. Of van... Ja, ja, dat, de stad is van ons allemaal. Ja. Toen ik startte bij STIP, was ik een mevrouw was ik aan het begeleiden. Was eenzaam. Was 93 jaar. En na een paar maanden zegt ze, wat zou u nou nog graag willen? Ik zou ze graag nog een keer naar Scheveningen gaan. Een haringje eten. Ik heb alle moeite gedaan om een rolstoel. Ik zeg, volgende week gaan wij naar Scheveningen. En dan ben ik met die mevrouw naar Scheveningen gegaan. Ja. En nou, die heeft genoten. Nou, dan geniet ik nog meer. Ja. En zo hoop ik nog jaren te mogen werken. Ja. Ja. Met steun van de bevolking uiteraard. Ja, maar we moeten wel bewijzen in de gemeenteraad waar we voor staan. Ja, wordt dat een klus? Nou, ik denk niet dat het lastig wordt. 2 zetels tussen de oppositie en de... Ja. Ja. Dus we zitten erg goed. En van allebei de kanten
ja, zijn ze een beetje aan het trekken van, hé, één heeft 21, ja, er hoeft maar iets te gebeuren. En ze zitten in de minderheid, dus we zitten in een goede positie. Heeft u nog een boodschap? Ik heb een boodschap voor alle Bredanaars, maar vooral voor de oudere Bredanaars. Zijn er problemen? Heeft u een probleem? Bel ons. En ik hoop dat ze dat doen. Blijf niet achter die geranium zitten. Ga en bel als je problemen hebt. Manon Stevens, VVD-raadslid. Maar geheel onbekend met de politiek ben je helemaal niet, volgens mij. Want wat is jouw beroep? Ik ben lobbyist. Ik ben zeg maar de vooruitgeschoven post van de provincie Brabant in Den Haag. En ik werk al sinds een jaar of 17 in Den Haag in de politiek. Maar dan is het lokaal wel heel anders, of niet? Het is veel, veel concreter, veel dichter bij de mensen. Prettiger daardoor misschien? Voor mij wel. Ja. Maar ik ben met name benieuwd naar jouw passie. Nou zag ik al dat je muziekliefhebber bent. Maar daar ja, gaan we even op in. Want wat heb jij meegenomen wat met jouw passie te maken heeft? Ik heb twee juichvlaggen meegenomen voor Whalen. Ja. Ik kom terug van het, van het Songfestival. Team Whalen. Waar ik ieder jaar naartoe ga. En dat is, ja, dat is wel mijn passie. Oh, geweldig. Mijn vaste sjaaltje. Oh, wat geweldig. Ja. Dus jij zat gewoon met de finale in de zaal bij het Songfestival? Ja, de hele week heb ik er gezeten. Alle, ook de halve finales, alle juryshows. Ja, nee, ik ben, echt, waar mag je ben dan? Heel fanatiek. Ja, geweldig, top. En wat was de mooiste Songfestival entourage die je hebt meegemaakt? Ik denk dat ik Stockholm misschien wel het meest... Nee, Wenen. Vond ik het allerleukste, want daar trad Conchita Wurst op en dat is mijn heldin. Ja. 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 Want een muziekliefhebber, heb je een speciaal genre van muziek waar je... Nee, ik ben eigenlijk een rockliefhebber. Dus ik ben erg van de Iron Maiden en dat soort muziek. Dit is echt een beetje mijn... Nou, guilty pleasure zou ik het niet durven noemen, want daarvoor neem ik het serieus. Maar het wijkt wel af van waar ik normaal... naartoe gaat, zeg maar. En kom je dan een beetje... Want hoe lang woon je in Breda? 26 jaar. Want het lobbyist, zijn er bepaalde dossiers waar jij op veel op lobbyt? Ja, dat is heel breed hoor. Dat gaat van cultuur tot aan wegen. En wat moet een lobbyist voor karaktertrek hebben die heel belangrijk is en die jij dus bezit? Je moet makkelijk kunnen praten, makkelijk contact maken. De grote lijnen kunnen zien, dus niet te veel, niet te diep op de inhoud ingaan. Want daarvoor heb je gewoon te veel dossiers. Dus ik weet van heel veel dossiers een klein beetje. En het is vooral, ja, het is vooral makkelijk dat je heel veel mensen kent en een groot netwerk, vooral een groot netwerk hebt. Ja, en wat ik las, wat mij opviel op de site van de VVD Breda, de tekst die je had. Ik dacht zo, we hebben hier te maken met een aanpakster. Wat is nou, wat zijn de dingen waar jij je de komende 4 jaar echt druk om wil maken? Nou ja, zaken waar ik me echt druk om kan maken is als de mooiste stad van Nederland, wat Breda is, verziekt wordt door allerlei factoren die de stad minder leuk maken. Zoals? Dus dan heb ik het over criminaliteit of over evenementen die verstoord worden of over homo's die in elkaar geslagen worden. Noem het maar op, alles wat het prettige... warme van Breda verstoort, daar kan ik heel boos om worden. De onrechtvaardigheid misschien? Absoluut, ja. Maar dat heb ik ook met dierenwelzijn bijvoorbeeld. Dat gaat me heel erg aan het hart. Dierenwelzijn ook? Ja, absoluut. En dat is ook wel iets wat in Breda wellicht een keer op de kaart gezet mag worden. Vind ik wel. Ja, ja. Dat denk ik ook. Kijk je uit naar 4 jaar gemeenteraad Breda? Ja, ik heb al een paar keer mogen oefenen in de sessies. Ik vind het heerlijk. Ik had ze eerder moeten doen. Nou ja, beter laat dan nooit. Dus heel veel plezier en heel veel succes. Dank je wel.